jong mensen, tof kijk naar deze video. mijn naam is Wesley van Westboer 1999. met vandaag weer de nieuwe Santiago Gimenez spelersklimoot. En zoals jullie in de titel kunnen zien, ja, het is verrassend, maar um, Feyenoord gaat ons contract niet verlengen aan het eind van het seizoen. Dat komt omdat we aan een paar voorwaarden niet voldaan hebben in ons contract. dat is wel een nadeel van de spelersklimoot vind ik. maar goed, daardoor gaan we wel dus een transfer maken al met Santiago Gimenez naar um, de volgende club, een buitenlandse club natuurlijk. Want ja, als je een stap maakt met Gimenez, dan is het natuurlijk gelijk naar het buitenland. Je gaat niet rond in Nederland nog een stap maken, nee. In deze aflevering gaan we al de stap maken. Dus naar een andere club met Santiago Gimenez in de hoop. We hadden ook een Leen kunnen doen, maar een Leen, ja, zag ik dan niet echt zitten. Dan, ben je, dan dacht ik van, weet je, nee. Ik doe gewoon een transfer, want lenen vind ik dan niet echt iets voor Gimenez dan bij Feyenoord. Wel als we bij een grote club zitten en het einde van dat seizoen... Uh, ze hebben, hebben geen doelstelling gehaald. Dan wil ik wel uitlening doen, maar voor nu niet. We gaan nu kijken, in ieder geval nu wat de laatste wedstrijden gaan worden voor Feyenoord. Want we gaan het seizoen afsluiten. Hier hebben wij onze kans en ons doelpunt. Dus scoren wij de 2-1 tegen PSV. Zo staat Feyenoord dus voor. En het laatste kwartier komt er een aanval van PSV. En hun dus op jacht naar een gelijkmaker. Met de V-Maan de koppel gaat erin. 2-2 van PSV. 10 minuten nog te gaan. 2-2 nog steeds de stand. Lang, lang, komt er langs en dan is het 3-2. En dan is het eh, toch PSV die nu opeens een voorsprong heeft hier eh, in eigen stadion, in het Philips Stadion. Worden het dan nog 4-2 in de renning van het doelman. En uh, zijn wij toch wel belangrijk geweest onze twee doelpunten? Maar verliezen we wel de topper in de eredivisie van PSV? Dat is dan even een nadeel. Maar goed, laten we hopen dat het uh, beter wordt, in ieder geval qua wedstrijden wat wij hebben. Hier zien we dus dat we de doelstelling van hoboogballetjes en fraaie paasjes. Die vrije paas was het belangrijkste. Die hebben we dus niet gehaald dit seizoen. Dat is wel even een dingetje. Vandaar dat Feyenoord dus, uh, um, ons niet behoudt. En dus uh, heeft verkocht. Nu hebben wij een bekerwedstrijd tegen FC Utrecht. We gaan langzaam richting de 83 algemeen. Uh, bekerwedstrijd tegen Utrecht. Ja, die moeten we gewoon winnen. Die moet je gewoon door. We gaan naar de uitslag. En... Dat was een wedstrijd trouwens. Maar die verliezen we dus. We verliezen met 1-0 van uh, Utrecht in de competitie. En nu hebben we dus Wester tegen Royal Antwerpen FC in de Champions League. Maar goed, we gaan maar kijken wat we daarover kunnen winnen. van Royal Antwerpen in ieder geval. Dat we in ieder geval doorkomen ook in die Champions League rondes. Dit is volgens mij de kwartfinale van Feyenoord. We gaan het meemaken. Feyenoord tegen Royal Antwerpen. Hier in de Cup moeten we toch de klus al zien te klaren. Maar. Zoals altijd in FIFA of in IEA. Je dus weer niet mee. En krijgen we een stasop tegen Jansen of Wellenruiter? Het is Jansen. 1-0 voor Royal Antwerpen. Nu een aanval voor Feyenoord. Zeruki. Goed. Zeruki. Dilgossen. En een redding dan van de doelman. Opnieuw een aanval voor Feyenoord. 36e minuut. Bal hier voor Santiago Jiménez. Santiago Jiménez komt te langs. En dan krijgt hij er niet in. Tegenaanval weer voor Feyenoord. In de 40e minuut. Hier met Zeruki. Feyenoord niet echt belangrijk. belangrijkste. Wel Gimenez die een kans had. Nu komt de volgende kans voor Feyenoord. Gimenez weer wordt niet goed aangespeeld. En weer de strafschop. Zo vlak voor rust voor Royal Antwerpen. Werner uit of Jansen. dit keer is het weer Jansen. 2-0 dus nu voor Royal Antwerpen. Hier in de Kuip tot twee strafschoppen. Nou dan zit het dus wat ik al zei. er zit het dus niet in mee. Want dan krijg je twee strafschoppen tegen. Die zitten er allebei in. Vijf doelpunten, negen wedstrijden voor Vincent Jansen. In de Champions League. De laatste kwartier dient zich aan nog steeds de 2-0 achterstand van Feyenoord. En ja, de aanval is voor Roya Antwerpen. Goed verdedigd dit keer. Maar het blijft 2-0. We verliezen met 2-0. Door twee strafschoppen van Vincent Jansen. Oudspeler uit de jeugd van Feyenoord. Bezorgt ons hier dus de thuisnederlaag. Dat is heel zuur. Dat is heel zuur. Uh, PSV nu deze ronde in de beker. Maar laten we hopen dat in ieder geval de beker dan wel. De... Is dit de finale? Volgens mij wel, toch? we gaan zien wat het wordt. Fijne PSV nu in de beker. De topper. In de Eredivisie verloren we niet. Maar deze beker top. Die verloren we bedoel ik. En deze beker topper. We gaan uh, hopen dat we die niet, kunnen, niet gaan verliezen. Dus uh, na 10 minuten een eerste kans voor PSV. Hier. Guus Til met het balbezit. Til. Bal goed uh, aangepakt. Maar de bal is weer in bezit. Hier voor PSV. 1 minuut 22. Met uh, Joey Veerman. Goed onderschept. Fijne accounten Kijk nu. Dilroos. Goed. Dilrossen Jiménez vindt hij zijn medespeler. bal terug naar Hansko. Wiever, Zeruki in de voeten gespeeld van de tegenspeler. Hoekschop nu voor Feyenoord. Minuut 25, uh, hoekschop van Dilrosan. Dilrosan indraaide hoekschop. bal weggehaald, opgevangen door Wiever. Nee, niet. De bal zit dus nu alweer, alweer voor Feyenoord in de 27 e minuut. Pachao. Pachao, Jiménez gevonden. Gimenez moet hem scoren. Gimenez! En dan probeert hij het mooi te doen, maar hij krijgt hem niet in. Begin van de tweede helft. balbezit is voor um, PSV. Weghaal nu de bal. Feyenoord moet de druk goed zetten. Dat lukt voor ons nog niet. En het laatste moment wel. Nu de counter mogelijkheid voor Feyenoord. Hier, Gimenez wordt aangepakt. Goed, Gimenez, Gimenez, Gimenez. Geeft hem goed. Nee, niet goed af. Tegenaanval nu voor PSV. Feyenoord heeft de bal ondertussen weer terug. Zerouki, Zerouki. Hier aan de kans. Hier de kans. En de bal overgeschoten. Weer een kans voor Feyenoord. Nu 68 e minuut. Zeruki met zijn uh, voorzet. En de bal komt niet goed aan bij Gimenez. In de handen van de doelman. Nu een vrije trap op PSV. in Nog de laatste 10 minuten op de klok. Joey Veerman. Veerman. Bal weghalen. Nu goed gedaan de Feyenoord. En dan gaan we strafschoppen nemen. Nee, niet. Want we hebben 2-0 verloren nog uiteindelijk. Hoe is het mogelijk? We verliezen met 2-0. Terwijl we er dus helemaal niks van gezien hebben van PSV in de beken en zo is dat dus ook einde verhaal en ja, laten we hopen dat we nog hieruit wat kunnen doen tegen Rode Antwerpen, maar het is tot nu echt een hele slechte afsluiting van het, uh, onze fijne carrière hier van Santiago Jiménez. En het begon zo goed. Laten we hopen dat we bij de volgende club en ik kan al tipje van de sluier op, uh, op, op uh, ik kan al tipje van de sluier geven. We gaan naar Spanje. In Spanje, in Spanje, in Spanje, in Spanje schijnt altijd de zon. Ja, we gaan naar Spanje. Olé, met Santiago Jiménez. Alleen naar welke club is nog even een verrassing. Dat zien jullie dus zometeen. Maar goed, uh, wil, we willen sowieso het seizoen nog goed afsluiten. Dus überhaupt jammer dat Feyenoord ons contact niet wou verlengen. Hier de bal nu bij Kelvin Stenks. Stenks, kappen draaien, voorgeven. Jiménez schieten. Maar we krijgen hem helaas niet in. We willen scoren, sowieso. We willen scoren in deze uitwedstrijd. Die wil sowieso, moeten we twee doelpunten maken. Willen wij eh, gewoon in de strijd blijven, moeten we gaan verlengen. Maar je weet hoe we met strafschoppen zijn. Dus daar moeten we zeker mee oppassen. Mochten we daarop uitkomen. Weer een aanval voor Roya Antwerp. 22e minuut. Vincent Janssen, de man van de tweede doelpunt in de Kuip. Goed verdedigd nu de countermogelijkheid. Hansco Harnsco, ja, heel slecht gegeven. Tweede helft van Feyenoord ondertussen. De vijfde minuut. Hier de bal bij Dilgesund terechtkomt. Geeft hem op Santiago Gimenez. Die komt dan vrij. Jiménez. Jiménez moet schieten. En doet dat. Maar de bal naast. Feyenoord krijgt gewoon weer de volgende aanval in de tweede helft. Feyenoord is de bovenlichte partij in deze tweede helft. Weer Gimenez, Weer Gimenez, Jiménez nu dan wel. Nu wel. 1-0. Let's go voor Feyenoord. 2 in totaal. En Varen moet een 2-2 of een 2-0 maken. Dat het 2-2 wordt in totaal. Maar goed, Royan antwerpen komt er nu uit. Het is een uh, harde onderschepping. Wordt verdedigd. Vrij trap. Vincent Janssen. En vrij trap is hoog over. Muut 65 nu. Ekelekamp. Ekelekamp. Janssen. Hier de bal nu. Nog steeds. Oeh, dit is een gevaarlijk spel. Janssen. Moeten we gaan uh, druk zetten. We verdedigen dan. Weghaal nu de bal. De counter kaart nu. Jimenez en Minte vinden elkaar goed. De bal terug. Jimenez in één keer door. Pachao. Pachao. Nu van een 2-0. 2 Pachao. Nee. Het schot geblokt. Van nog een vrije trap. De laatste kans op een 2-0. En op een verlenging dus. Maar die komt er. Hier dan nog. Minte. Zeruki. Hansko. Hansko. Zeruki en dan wel niet bij Jiménez en dan is het klaar. Dan verliezen wij met 2 uh, ja, in het totaal. We winnen wel met 1-0 hier dus uit, maar dat uh, mocht niet meer baten. En zo liggen we ook uit de Champions League tot de kwartfinale gestrand. En um, ja, het is wel een heel, erg, een heel groot nadeel. Maar ja, oud nadeel heeft wel weer zijn voordeel, zoals ook een oud feinhoer zei. Um, daardoor gaan we wel, daardoor wordt ons, contact, ons contract dus niet verlengd door die dingen. Door het ding dat ding nou niet behaald hebben. Gaan we wel naar de topclub in Spanje. En ze hebben alweer een tipje van de sluier opgelicht. Maar weten jullie nog steeds niet welke topclub het is? Het kan Barcelona zijn. Het kan Real Madrid zijn. Het kan Atletico zijn. Nou, tegenwoordig is, tegenwoordig is uh, Girona ook een topclub in Spanje. Die doet het echt heel goed. We winnen hier wel de competitie weer simuleren. Dat is natuurlijk helemaal top. Excelsior nu. Herakles komt eraan. Even kijken. Zelf simuleren tegen Excelsior. 3-1 gewonnen. Hoppatee. Let's go. Nu Heracles. Uh, die moet op zich ook te doen zijn. De laatste competitiewedstrijd. Wat gaan we doen tegen Heracles Albalo? Is zoals vaak een beslissende wedstrijd geweest. Net zoals uh, de kampioenschap van 2017. Hier winnen we met 2-0. En zo zijn wij wel kampioen in de eredivisie. Zien we dus ook de player. De speler van het seizoen. Zijn, oh, zijn wij ook, ook Santiago Jiménez. Ondanks alle contracten die niet verlengd worden, zijn wel spelers van het seizoen in de Eredivisie. En um, gaan we zo meteen een rond, uh, rondtocht zien op de, in, met de bus door de stad in Rotterdam. Om het feestje te vieren van het kampioenschap. Spelers op de bus. Ook een mooie toevoeging in EA Sports FC dat dat te zien is. Dat zien we aan het eind. Ongeveer hier zien we het. Het feestje wordt gevierd in Rotterdam. Spelers gaan door de stad met de bus, met de schaal. En wij gaan dus. Uh, dit is het laatste feestje wat Jiménez beleeft bij Feyenoord. En we gaan dus uh, naar het buitenland, naar Spanje, naar een topclub. Welke club het is, dat zien jullie uh, nu. Want hier zien we dus dat we contract of op leenbasis weg konden. of andere club. Ik besloot voor dus voor de andere club te kiezen. En er waren acht clubs geïnteresseerd om mij over te nemen: Real Sociedad, Wolfsburg, Sevilla, Brentford, Benfica. Uh, Wolves, uh, um, Atletico Madrid en ik besloot voor de laatste te gaan. Dan had ik ook bijvoorbeeld naar Bevige kunnen gaan, naar Corktown, maar ik besloot echt naar een topclub te gaan en het was Atletico Madrid. Dus we gaan van Feyenoord naar Atletico. We gaan hopen dat we hier wel blijvend zijn of anders op leenbasis volgend seizoen weer een van de spelers. Maar goed, we willen ons natuurlijk laten zien bij Atletico Madrid. Nederlander Memphis Depay speelt er ook, tenminste als hier in de game nog steeds zo is. Maar we gaan het meemaken of wij vanaf de volgende aflevering, volgende week, bij Atletico bij dit belangrijk kunnen gaan zijn. Ik wil zeggen, bedankt voor het kijken. Hier komen we dus binnen. Bij Atletico. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik zo tijd, en zoals nu... later. Doei doei!